Pina Zwarenstein, 72 jaar. Rafael Zwarenstein, 49 jaar. Rosetta Zwarenstein, 57 jaar. Loes Steenhuis Hoepelman uit Amsterdam is een van de laatste mensen die vandaag namen voorleest. Ik heb hier als klein meisje van 3 jaar gevangen gezeten. Verraden op een onderduikeradres in Amsterdam. En ben vervolgens hier in het weeshuis, dat was achter jullie. Dat is nu nog een heuvel. Vastgezet samen met 50 andere kinderen. Sintje Zwarenstein, 63 jaar. Ja, het is een monument voor mij. Ik vind het ook heel belangrijk dat al die 102 of 104, ik weet niet eens, dat die niet vergeten worden, dat die door het lezen een gezicht krijgen. Het namenlezen zorgde voor veel extra bezoekers. Ja, we hadden gisteren in het museum meer dan 1000 bezoekers. Maar er zijn nog veel meer mensen naar het kampterrein gekomen en naar het lezen. Op een gegeven moment moesten collega's ook verkeersregelaar gaan worden om het verkeer in goede banen te leiden. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Het lezen van de namen ging ook in de nacht gewoon door. Ik dacht eerst, misschien is het in de avonduren best wel bijzonder. Maar het is eigenlijk bijna te bijzonder. Mozes van Dusta, 60 jaar. Ik vond het zo heftig, dat heeft me echt een dag bezig gehouden ook. Gewoon ook de hele beleving. En je merkt vooral voor mensen die komen lezen dat het echt ja, heel emotioneel is en heel bijzonder om daar deel van uit te mogen maken. Dus dat is iets heel groots. Dus dit is ook niet de laatste keer? Nee, we gaan het over 5 jaar weer doen. En wat heel bijzonder is, is dat nu al mensen zich willen opgeven om over 5 jaar te kunnen komen lezen. Leendert Zwart, 48 jaar. Leendert Theo Zwart, 23 jaar.